Windswept van kunstenares Els Dietvorst is een werk dat permanent te zien is in Kokzijde. Els Dietvorst is een zeer interessante Belgische kunstenares die in Ierland woont. En zij woont daar aan de kust in Ierland. En het is een element dat vaak terugkomt in haar werk. Ook zo in het werk voor Beaufort 21. Ze is eigenlijk geïnspireerd geraakt door de gebogen bomen die ze vindt in Ierland. De shrubs, zoals ze die noemt. Die gebogen zijn na een lange tijd door de windsterkte eigenlijk en de kuststreek. Wat ze gedaan heeft voor Beaufort 21 is dat zij verschillende stukken drijfhout heeft verzameld in Ierland, dus aan de Ierse kust. En zij heeft samen met een lokale timmerman daar een nieuwe boom van gemaakt. Die boom die zij opnieuw gemaakt heeft, daarvan heeft zij een kopie gemaakt in brons. En die boom is nu zichtbaar op het strand van Oostuinkerke in Kokzijde. En niet alleen is dat een heel mooi kunstwerk, het is ook een zeer bruikbaar kunstwerk, want je kan er in gaan schuilen en even gaan zitten en naar de zee kijken wanneer je er voorbij komt.